Roy, we hebben wat groenten zijn overgebleven. Wat zouden we hiermee kunnen maken, dat we dit niet weggooien? Nou, ik zie inderdaad wat mooie champignonnetjes, courgette. Ik denk dat we daar wel een mooie quiche van kunnen maken. Heel veel mensen zijn natuurlijk bang. Die denken dat ze maar één of twee dingetjes met groenten kunnen doen. Maar quiche kan bijna alles in. Snijden maar mooie reepjes van, zou ik zeggen. Durf je dat aan? Ja. Kijk, dat heb je ook vaker gedaan als ik je handen zo zie staan. Ja. Keurig. En dan nemen we voor de bodem een bladerdeeg. Mocht je dat niet in huis hebben, ga je altijd een frittata maken. Dat is eigenlijk een quiche, maar dan zonder bladerdeeg. En dan doe je alle groentes. Doe je gewoon lekker bij elkaar. Dan mag jij in de tussentijd een lekker eitje loskloppen. Dan doen we lekker een beetje smaakstof, want we willen natuurlijk wel een lekkere kies. Beetje zout. Beetje peper. En dat is het eigenlijk. Dan mag je het mengen inderdaad en dan mag het in de bodem. Een beetje verdelen inderdaad. En door dat eitje, dat gaat straks rijzen, garen in de oven. En dan bedekt hij hem helemaal. Dan kan je hem nog lekker een beetje kaas eroverheen doen. Voor het smaakje en voor het knapperigje. En voor de mooie kleur natuurlijk straks, voor het eindresultaat. Nou, gaan we eens kijken mooi wat het geworden is. Wauw. Nou, Berry. Ja. Dan gaan we, proost. Lekker. En dan bedenken dat die groente anders in de prullenbak was terechtgekomen. Ja,